En we vinden het leuk om heel veel te recyclen, dus vandaar deze mooie grootste. Ja, dit wordt binnenkort vast gemonteerd. Jolisa, Saskia, Lisa en Eileen kochten in april 2020 een 44 jaar oude stadsbus uit Engeland. Na maanden klussen in coronatijd en een verfbeurt voor de buitenkant is de enige dubbeldekker hostel ter wereld nu bijna klaar voor vertrek. We zijn nu echt bezig met de inrichting, dus we gaan nu de laatste dingetjes doen. Dus het behang erop, de kleurenverf kiezen, laten we zeggen, de kussens op de bank zijn we aan het kopen. Dus eigenlijk is dit het leukste onderdeel van het hele klussen. En ik denk eigenlijk dat we het zijn nooit helemaal zat geweest. Helemaal in het begin misschien een keer met de waterlekkages, maar verder heb ik elke dag gewoon zin om naar die bus te gaan. We zijn naar Antwerpen gegaan een paar weken geleden om voor onszelf even te testen. En de bus die heeft ons niet in de steek gelaten. En om met 8 vrienden hierin te slapen, want om even te testen van oké, wat werkt wel, wat werkt niet. En eigenlijk werkte alles wel goed. De vrouwen hebben allemaal hun groot rijbewijs gehaald. In september gaan ze met de eerste vakantiegangers op pad. We gaan dit jaar blijven in Nederland, dus we gaan eigenlijk een provincietour doen. Dus we gaan langs verschillende provincies in Nederland en dan gaan we eigenlijk overal ofwel een weekend ofwel een week naartoe. En dan ligt de focus op het buiten zijn, dus outdoor. Dus we gaan watlopen, we gaan zeilen op een 120 jaar oud zeilschip en droogvallen op het wat. En dat je wakker wordt en dat je om je boot heen kan lopen bijvoorbeeld. En dan denk je misschien dat je nu alles gezien hebt, dat je de hele bus hebt gezien. Maar eigenlijk zit er achter dit muurtje zit nog een soort special surprise. Mogen we privacy? Sorry!